De leemkuil is weer klaar voor de toekomst. Afgelopen zaterdag konden kinderen voor het eerst spelen in het Romeins speelgebied. Bestaande uit een groot aquaduct, een badhuis, een amfitheater en hoge wachttorens. De speeltuin was grondig aan verbouwing toe. In samenwerking met drie basisscholen is er gekozen voor een Romeins fort als nieuw speeltoestel. Ook werd het afwaterings- en erosieprobleem van de kuil aangepakt. Er liep bij een flinke regenbui namelijk zand de kuil in. En dat mocht allemaal wat kosten, €800.000. Daarvan ging €135.000 naar het verbeteren van het afwateringssysteem.